Een schuurtje bij de Michaelkerk in Beekendonk is getroffen door een brand. Deze werd ontdekt door een vrijwilliger die net een grasmaaier in het schuurtje had geplaatst. De grasmaaier bleek spontaan in brand te zijn gevlogen. Een jerrycan met benzine vatte ook vlam. De vrijwilliger probeerde de brand nog te blussen, maar had hierbij toch de hulp van de brandweer van Beekendonk nodig. De brandweerlieden wisten te voorkomen dat de brand naar de kerk oversloeg. Brand in de Michaelkerk in Beekendonk, bij mij Walter van Kessel. Walter Oudt, brandweerman, maar vandaag had jij geluk dat jij de brand kon melden. Ja, dat gebeurt niet gauw, maar uh, ik kwam met mijn vrouw van de Donk af, we waren boodschappen doen. En ik zeg tegen vrouw: ik zeg, waar rookt het achter bij de kerk? Ja, en dan het brandweer achter, hij begint dan vlugger te kloppen. En ik keek door het hek en de vlammen sloegen al uit het hok. Er uh, is zo'n bijgebouwtje bij de Beekse kerk. En uh, de vlammen sloegen er al uit. En Beniers, een tuinman, die, kwam, die zat achter de poorten, die was op slot. Ik zei: Maak die poorten open. Ja, mijn sleutels hangen binnen, zit hij. Ja, dan hou het op, hè. Ja. Dus ze hebben een ijzeren buis gepakt en die poort opengebroken. En heel veel auto's laten verzetten van de toegestromde uh, mensen. En toen bleek dus dat hij een grasmachine in de hockey had gezet, of in die ruimte. En toen hij hem afzette, toen vloog hij spontaan in brand. En daar stond een uh, jerrycan bij met, met 20 liter benzine. Ja, dat ging ook mee. En daar gaat het hard, hè. Dat weten we wel. En jouw hart zei, nou moet ik 112 bellen? Ja, daar moet ik nog even een melding van maken. Dat vond ik echt te gek, zolang als dat duurde. Ik, ik werd er twee, drie keer door verbonden. En elke keer, ja, de eerste keer vragen ze aan politie, brandweer, ambulance. Nou, brandweer, dat weet ik dan wel. Maar toen uh, kregen we weer iemand anders. En wat, wie moet u hebben? Ik zei, ik heb de brandweer gezegd. Ja, je bent ook een beetje gespannen. En ja, die Beekse kerk die ligt me wel gruwelijk aan het hart. Als echt een Beekse zinde. Ik dacht, dat kan gebeuren waar je op. Maar de Michaelkerk, die gaat niet op. En dan hadden we geluk. Nou, in de hokske zit geen deur. Met een verbinding naar de kerk. Maar de vlammen sloegen uit het dak. En die kenden dan door de glas- en loodramen naar binnen. En dan een hoop schaaien. En dat moesten we voorkomen. Ja, ik heb bij de kerk zojuist ook enkele opnames gemaakt. Maar het heeft behoorlijke brand. Ja, het brand, ja, luister, kijk zo'n grasmachine die had al een hoeveelheid benzine bij en ook een Jerry ken. Nou, ja, en, en uh, uh, die mensen die vertelden: we hebben hier al ons gereedschap in zitten, een bosmaaier en nog wat meer spullen. Ja, dat is nou gelijk weg. Maar ja, ze hebben geluk gehad. Uh, de brand was snel te plaatsen, dat, dat is al best. En we hadden het geluk, dat er een politiehelikopter hier rond. En de, ik zag dat hij van de politie was, een blauwe helikopter. En die bleef maar rondvliegen. Uh, en toen zei een van die agenten, een uh, agent, die zei, ja, die, die kwam wel van Eindhoven af. En die zagen die rookontwikkeling. En daar hebben we ook een melding van gekregen. Maar ja, het was wel, het brandde ontzettend hard. Ja, jammer. Het is uh, meer ja, gelukkig bij de, bij de aanbouw gebleven. Hè? Maar als ik dan kijk, die, die kerk zijn allemaal speciale stenen en, en, en pannen. En die zijn, uh, ja, dat is toch allemaal kapot, dat is allemaal beschadigd. Ik hoop dat ze nog iets hebben. Ja, nou zei net een van die mensen daar. die zei: We hebben een serie pannen, hebben we over. En uh, er is een groot gat in het dak. En de rest van de pannen is blijven liggen. Dus ik denk dat ze misschien nog gewoon genoeg hebben. om dat dak dicht te maken. Want het is eigenlijk een, een hok. zoals de gereedschap en, en, en de grasmachine. die we hebben staan. Maar uh, ik, ik was zo ontzettend bang. Ik dacht: daar sluit je de kerk in. En ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Denk. Ik ben er geboren daar aan die kerk. dus dat kan ik toch niet uh, af laten branden. Hè? Ja, daar kan ik iets op zeggen, maar dat doe ik toch maar niet. Walter, bedankt. Ja, klaar gedaan.